Welkom bij het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident, aflevering 5. Vandaag in deze aflevering. Vereniging van Bushouders pleit voor rechtszekerheid. VP brengt Grand Tangi bezoek aan Matawai-gebied. Vicepresident zegt inheems gemeenschap alle ondersteuning toe. Vicepresident schenkt $15.000 aan medische studenten in Servië. VP evalueert 2 maanden regering Santokki-Brunswijk. Ambassador Lee Kwan ontmoet vicepresident Brunswijk. En Biggie Boy mocht van VP Brunswijk RVM afsluiten. De Vereniging van Buschauffeurs in Oprichting pleit voor bescherming voor deze doelgroep. Ze willen meer rechtszekerheid en dat vooral ook hun ziektekostenregeling in orde gemaakt wordt. Hierover en andere zaken met betrekking tot de transportsector is op dinsdag 15 september een onderhoud geweest met vicepresident Ronnie Brunswijk. Gelijk na het onderhoud is een petitie overhandigd aan de vicepresident. De petitie is getekend en voorgelezen door John Cairo, die meet een groep van 80 buschauffeurs achter zich te hebben. Dat wij als groep ook aangemerkt worden als een officiële gesprekpartner van TCT. Dat door de COVID-pandemie wij in de afgelopen 6 maanden verstoken zijn van inkomen geachte vicepresident, kunt u ons helpen aan een compensatie voor de afgelopen 6 maanden. De vereniging vraagt voor erkenning van buschauffeurs door de staat. Ook wensen zij als groep aangemerkt te worden als een officiële gesprekspartner van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. De VP heeft de petitie in ontvangst genomen en gelijk werk van gemaakt. De buschauffeurs hebben ondersteuning van de VP toegezegd gekregen. De VP zal zorgen dat de buschauffeurs in aanmerking komen voor COVID-pakketten ondersteuning. Dank u wel. En u zegt dat het bijna zijn tot een pak. Ja. Dan gaan we dit bespreken met de minister. Dan gaat u weer contact worden. Ja? Ja. Maar je valt weer met Korokoffing. Ja, zeker. Oké. Okay? De vereniging in oprichting is bereid om samen met deskundigen in de sector protocollen ten behoeve van de buschauffeurs wettelijk in orde te maken. In het weekend van 10 september heeft vicepresident Ronnie Brunswijk samen met enkele ministers een bezoek gebracht aan het Matawai-gebied. De eindbestemming van de vicepresident was de residentie van grandma Leslie Valentijn te Pusugroene. Naast de knelpunten die de bewoners uit het gebied kenbaar wilden maken aan de regering, was dit bezoek ook bedoeld als een Grand Tangi bezoek van de VP. De VP werd warm onthaald door de lokale gemeenschap. De VP heeft de Gramang geïnformeerd over het beleid van de regering. De Gramang was ingenomen met het bezoek van deze regeringsdelegatie. Vertegenwoordigers van de organisaties van samenwerkende inheemse dorpen in Para en Wanika, OSIP, hebben op maandag 14 september een onderhoud gehad met vicepresident Ronnie Brunswijk. Tijdens dit onderhoud hebben de vertegenwoordigers met de vicepresident de knelpunten van de verschillende inheemse dorpen besproken en hoe de regering deze gemeenschap kan ondersteunen. Tijdens het onderhoud waren aanwezig de kapiteins van Cassipora Muriel Fernandez, Pierre Condré Kumbasi, Mike Reed en de adviseur van de OSIP Jerry Alamakee. Ook de minister van Transport, Communicatie en Toerisme Albert Bibitane was aanwezig. Brunswijk gaf aan dat hij zich ervan bewust is dat de inheemsen en Marans hun eigen leefwijze en leefgewoonten hebben. Hij zei daarom ook een open oor te hebben voor knelpunten van de inheemse gemeenschap. Ja, mijn kantoor. En dat doe ik aan dat ik geen zo over hoe verder. Want voor de verkiezingen moet ik ook te want toestaan. En ik breng dat ook dicht. Na dit vruchtbaar onderhoud heeft de vicepresident besloten een vervolggesprek te hebben met de OSIP, meldt directoraat Volkscommunicatie.
Vice-president Ronnie Brunswijk heeft uit eigen middelen een bedrag van $15,000 aan medische studenten in Servië overgemaakt. Het bedrag is bedoeld voor het aanschaffen van schoolboeken voor de studenten. De VP heeft deze donatie gedaan nadat hij een kennismakingsontmoeting had op dinsdag 15 september met de studenten via het online platform Zoom. Svensson Benny, Dimie Apai en Siviano Alfons zijn drie van de studenten die in Servië studeren en hebben namens de groep de Zoom-meeting met de VP bijgewoond. Svensson Benny zegt heel trots te zijn op zichzelf, vooral omdat hij uit het binnenland komt. Hij zegt dat de studie succesvol verloopt. Het gesprek is geïnitieerd door niet-residerende ambassadeur in Servië, Gablito Hiwaki. Het gaat om twee groepen, waarvan de tweede groep pas is gestart met het tweede collegejaar. Volgens de ambassadeur doen de studenten het heel goed. De studie wordt niet in het Engels verzorgd, maar in het Servisch. VP Brunswijk is ook trots op de studenten die al 18 maanden in het buitenland zitten. Hij is ervan overtuigd dat alle studenten een doel voor ogen hebben en zich daarom zullen inzetten. Hij ziet graag dat alle studenten na afronding van hun studie terugkomen naar Suriname en hun krachten geven aan ons land. En je zet die in boem, dan je werk aan doel zijn van. En dan kan dit zo ook toe dat hij Sranassé nu goed dappen, dat je wapen dat je je best. Dat is nou boem. Maar daarom dat je wat dan stimuleert om zijn tegen initiatief te creëren om wanneer je studeert. En dat voelt dat ik je voor kon erin bakken. Ja toch? Mijn Britain Uno. Omdat Uno zijn goed op de jong wang. Hoe kan kom je bakken? Ik kwam dat er. Nou, wat zijn die? Hoe kon je pakken erin? De VP hoopt op een goede samenwerking en verstandhouding met de studenten. De VP heeft het bedrag op woensdag 16 september overgemaakt naar Servië ten behoeve van de Surinaamse medische studenten aldaar. Op 16 september was het precies 2 maanden dat de regering Santokki Brunswijk aan de macht is. Vice-president Ronnie Brunswijk ervaart deze 2 maanden als leerrijk. Ook heeft hij meer inzichten gekregen en ervaring opgedaan in het overheidsapparaat. Volgens de bewindsman is het een uitdaging om te regeren gezien de financiële situatie van het land. In dit kader vraagt vice-president Ronnie Brunswijk de samenleving om nog wat geduld te betrachten en de regering de ruimte te geven om zaken op orde te stellen. Er is volgens de VP maandelijks een tekort van 200 miljoen SRD. De vicepresident geeft verder aan dat de regering bezig is om de geldstroom van de staat te ordenen en de inkomsten van het land te vergroten, zodat er meer ruimte is om te werken. Er komen inkomsten binnen, mondjesmaat, en dan zie je dat we nog een tekort hebben van 200 miljoen. En dat is heel veel geld. Vele mensen zijn in dienst genomen. Die moeten geld krijgen. Dan zie je zelf die problemen. Maar in ieder geval, we zijn bezig nog met een evaluatiefase. We kunnen nog niet helemaal aan het rollen komen. Maar we komen langzaam waar we moeten zijn. Dus wanneer wij weer geld kunnen krijgen van Zuurgold, IM Gold, dividend betaald kunnen worden, dan wij weten precies waar deze gelden gestort worden. Dat is, er zijn ook heel veel dingen die wazig zijn. Ik kan maar niet weten waarom die gelden van bijvoorbeeld staatsolie niet rechtstreeks gestort kan worden op de centrale bank. Maar het gaat eerst naar de postbaalbank. En daar wordt het geld weggehaald en een aantal dingen. Dus we moeten al deze dingen rustig uitzoeken. En dan gaan we ze leiden in goede banen, waardoor Suriname alle dividend kan komen waar ze moeten zijn. En dat we Suriname gebruik van gaan maken. Maar in ieder geval, het ziet er goed uit.
Als het er goed uit wordt, kan zeggen van de 2 maanden die we nu aanzetten, dat een heel leerrijke 2 maanden is. Dus aan de gemeenschap wil ik vragen, nog geduld, omdat precies, zal ik maar bij verwacht dat die Santokki Brunswijk tegen over alles en nog een boom direct. Natuurlijk willen we dat het goed moet gaan voor een ieder. Volgens Brunswijk is er nog te veel inefficiëntie binnen het financieel systeem. De regering is bezig om dit vraagstuk met deskundigen op te lossen. China wil de bilaterale samenwerking met Suriname voortzetten. Dit heeft ambassadeur Lee Kwan te kennen gegeven aan vice-president Ronnie Brunswijk tijdens zijn beleefdheidsbezoek op 15 september. China zal haar bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling van Suriname, benadrukte de diplomaat. As a good friend of Suriname, China and Suriname, we have a very, very good relationship. Last time I met with President Santokki. Yes. He told me China is true friend of Suriname. Over these 44 years of diplomatic relations between our two countries. De ambassadeur ging verder in op de jarenlange vriendschappelijke band tussen Suriname en China. Ook met deze regering wil China vorm blijven geven aan het verstevigen van de banden die gebaseerd zijn op wederzijds respect. Lee Kwan gaf aan dat China samen met Suriname de strijd wil aangaan om vooral armoede te bestrijden. Vice-president Ronnie Brunswijk heeft de ambassadeur geïnformeerd over de strategie van de regering Santokki Brunswijk. From 2005 to now. The relationship is not broken, it's still going. I'm very happy for that. And also, this government, the new government, Suriname government, we want to continue the good relationship with China. We will also thank China for the help they give to Suriname. You talk about the hospital, about the training every year. Right now we have corona, nobody can get. But we see the support of China to Suriname. Hij heeft Brunswijk aangegeven dat de goede samenwerking tussen beide landen voortgezet moet worden. De Raad van Ministersvergadering kreeg op woensdag 16 september bijzonder bezoek van Jarsinho Biggie Boy Rozenstruik. Het was voor de ministers en de vicepresident Ronnie Brunswijk een eer om de Surinaamse topambassadeur te mogen verwelkomen. De UFC-topvechter is alle lof toegezwaaid en is aangemoedigd de ingeslagen weg voort te zetten. Suriname is trots op je, liet de enkele ministers optekenen. President, dit is mijn linkerhand en hier heb ik heel veel naar ons geplaatst. En ik wil deze overhandigen. Ja! Hoi! Opa, opa! Nee, mag het niet. Je mag het zeker niet gebruiken. Ik kan het nog vrijdag gaan Hierna volgde een beleefdheidsbezoek aan de vicepresident. Het team van Biggie Boy was vrij open in de discussie met de VP. Er zijn enkele punten aangehaald welke vanuit de zijde van de regering als ondersteuning kan dienen. Het afreizen van het team naar de VS is als aandachtspunt gedropt bij de VP. Vanwege de COVID-pandemie is het luchtruim in Suriname tijdelijk of afgesloten. Maar in ieder geval, zolang er iets is wat je hulp van de regering nodig heeft, kunt u ook via mijn secretariaat zo met u in die contact geven. Dan ook, oké. Het team van Biggie Boy heeft ondersteuning toegezegd gekregen van vice-president Brunswijk.
Vroege talentontwikkeling en stimulans staat hoog op de agenda van deze regering, gaf de VP aan. Biggie Boy vertrekt binnenkort weer naar de Verenigde Staten. Hij heeft een druk trainingsprogramma en hoopt op nog een UFC-gevecht voor dit jaar. Hij heeft te kennen gegeven in Suriname te willen zijn in verband met 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Allee. Ja toch. Ja, kom ik wel mooi aan, mooi staan. Dit was het weekoverzicht van het kabinet van de vicepresident. Tot de volgende keer.